Laat een paar goede journalisten erachteraan. Ja. Als er nou een paar goede... Wie is een goede journalist? Nou, laat de mensen van Haagse Zaken. Maarten Keulemans. Ja, Maarten Keulemans is een goede journalist. Nou, maar wat ik wilde zeggen over Mona Keijzer. Ja. Waarom ik haar niet wil als premier. Omdat zij was de staatssecretaris in het coronakabinet. Ja. Je wordt ontslagen, wat heel bijzonder is. Uit een kabinet als staatssecretaris. Je hebt de kans om in de Kamer terug te keren. Om daarin... alle vuile was buiten te hangen. Om daarin het Nederlands volk te vertellen wat je allemaal hebt gezien. En wat doet ze? Ze verdwijnt op de achtergrond en ze zegt ik wil een maatschappelijke rol vervullen. Heel vreemd, doe dat vooral in de Kamer. Je blijft een half jaar weg, draagt niks bij aan de anti-corona, aan het verzetten van de mensen die achter de OMT willen komen. Hier gaan we hardvondig over van mening. En vervolgens komt ze terug en zegt ze ik wil premier worden. Ja, ja hallo, had dan die kamerzetel ingenomen? Welkom lieve mensen bij de 11e podcast van Boven het Maaiveld. Mijn naam is Wiebren van Haga. Ik ben Jernat Ramatarsing. En als je wil lid worden van BVNL, dan kan dat. Je kunt gewoon naar de website. Je kunt doneren. Dat is allemaal heel belangrijk in verband met de campagne. We zitten nu bijna op 7000 leden. En de vorige keer heb ik gezegd dat er een cadeautje zou komen. Nou, in ieder geval stel ik het gesigneerde boek van Sjore Verstali beschikbaar. En misschien is het ook leuk om dat meteen te doen voor degene die nu lid wordt als eerste. Die krijgt dat boek gesigneerd. Gesluierde jaren van Sjore. En degene die de 7000ste wordt. Nou, we hebben gisteren de ALV gehad. Yes. Goeie borrel, kater. Nee, je weet hoe ik ben. Ik ben niet echt van de alcohol. Dus, je hebt helemaal niks gedronken? Nee, helemaal serieus? Niet. Nee, ik ben niet echt. Ik ben er niet tegen verder. Hoor. Nee, een libertariër. Dus zelf heb ik niet echt vaak die behoefte. Dus nee. Nou, dat is grappig. Dan ben je samen met Sjore waarschijnlijk de enige die, die nuchter is geworden. Kan je nagaan, ja. Nou, mooi, ja, we hadden dus die ALV. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het eigenlijk een hele fijne lijst. Ik heb Henk Krol voor het eerst ontmoet. Serieus, voor het eerst? Ja, ik had hem nooit eerder echt ontmoet. Misschien wel eens gezien in een zaaltje, maar ja. Henk Krol ontmoet. Het was heel leuk, een foto met hem gemaakt. En ja, ik vond het een hele fijne sfeer en echt gewoon een hele goede lijst, moet ik zeggen. Zeker omdat ik ook nog een andere lijst heb bekeken, maar daar gaan we het later over hebben. Ja, nee, maar het was natuurlijk echt een vol programma. Hè. 's Ochtends de ALV en 's middags hadden we het wetenschappelijk instituut Da Vinci, onder leiding van Dr. de Kok, hè, zoals we hem nu noemen. En daar was Jan Latte, de demograaf. Die had een mooi verhaal over de migratiestromen en wat het allemaal voor ons land betekent. Daarna was Marcel Krok. Ging over klimaat natuurlijk. Ging over klimaat, ja. Maar het is toch wel... Kijk, ik ben er ook altijd vrij fel in, maar het is toch wel fijn als iemand bevestigt, op een academische manier verantwoord, dat het een grote klimaathoax is. Dat het echt een totale waanzin is. En dat zowel stikstof als de temperatuur... Nou, natuurlijk, de temperatuur stijgt, hè, maar... Die is gewoon meer gecorreleerd met wat de zon aan het doen is dan met wat wij aan het uitstoten van de CO2. Gebeurt. En ik ben er nu inmiddels wel echt helemaal van overtuigd dat CO2 gewoon goed is voor de planeet. Daar gaan plantjes en bomen van groeien en dat heeft echt werkelijk niets te maken met de opwarming van de aarde. En daarna hadden we natuurlijk Arno Wellens, ook een bekende, oude bekende, over CBDC en digitaal geld en het gevaar daarvan. We hebben natuurlijk de kieslijst vastgesteld, ja, waar jij ook op staat. Zeker, ja, heel vereerd met die plek. Dat is mooi. Nummer 12. We hadden een mooi samenspel van Sita van Keimpema van de Farmers Defence Force en de laatste visser van Volendam, Patrick Schilder. Ja, ik moet zeggen dat die mevrouw Sita van Keimpema, die heeft echt indruk op me gemaakt met haar verhaal. Ik had haar ook niet eerder horen spreken. Dus daar was ik ook zeer blij verrast mee. Ik proefde een beetje een Thatcher-vibe bij haar. Sorry dat ik haar meteen met de allergrootste premier vergelijk. Maar dat is toch een beetje wel het idee wat ik bij haar had. Nou ja, als zij in de Kamer komt en ze gaat de landbouwportefeuille doen, dan wil je geen minister van Landbouw zijn. Dat denk ik ook niet. Dan krijg je het heel, heel zwaar. Dan was er nog iets leuks. De vissersgroep Onze Visserij sluit zich bij ons aan. Ja, want we hebben eerst natuurlijk de Farmers Defence Force gehad. En die hebben BVNL uitgekozen om Sita naar voren te schuiven. We hebben natuurlijk ook al Nienke Koopmans en Arjen Schuiling en Willy Verwij. Maar goed, dus Farmers Defence Force het zit diep in onze vezels. Maar die Onze Visserij die heeft een mooi pamflet.
En ja, de visserij wordt gesloopt, hè. Dat hebben we al eerder hier gezegd. De vissersboten die worden voor 1 miljoen euro of 2 miljoen euro worden die opgekocht, die worden gesloopt. En dat is een totale vernietiging van onze visserij. En zij hebben een pamflet. En daar zijn 10 punten, ik zal ze niet allemaal oplezen, maar erkenning. Visserij erkennen als bestaand gebruiker in Natura 2000 gebieden. En de daarbij behorende langdurige vergunningen. Dat is hartstikke helemaal mooi, maar wij vinden, we gaan nog een stapje verder. Die Natura 2000 gebieden skippen. Gelijke behandeling. Gezamenlijk ruimtegebruik van water voor natuur en visserij. Geen exclusiviteit voor natuur of visserij. En dan hebben ze het over de stikstofemissie-eisen. Nou, dan kunnen we daar kort over zijn. Het stikstofprobleem is geen probleem. Dat is een dwaling. We hebben een stikstofwet. Hebben we het al over gehad. Dus ook daar kunnen we onze visserij volledig tegemoetkomen. En dan hebben ze nog een derde punt. Beperking van het aantal windmolens tot het aantal gebaseerd op het huidige beleid tot met 2030. Doe dat niet. Wij willen geen windmolens op land en geen windmolens op zee. Wij willen liever 1 kerncentrale dan die 30.000 windmolens op zee. Jullie zijn van harte welkom, maar we gaan het ietsje harder aanpakken. Je bent er echt een coalitie aan het smeden. Hè? Je hebt eerst die boeren binnengehaald, nu ben je de vissers aan het binnenhalen. Wat is de volgende target? Nou, nee, wij zijn er voor iedereen die wat bijdraagt. Dus als jij wat gaat bijdragen, jij draagt wat bij. Nee, ja, maar jij bent natuurlijk politicoloog, dus je dwaalt een beetje boven. Ik zeg dat omdat ik zie veel kritiek. Nou, veel. Ik zie kritiek op Twitter over dat jij een opportunist zou zijn. Dat je al deze verschillende mensen bij je partij haalt en dat er geen lijn in zou zitten. Maar ik zie die lijn wel. Dus misschien wil je nog een keer uitleggen aan de mensen dat het niet is dat jij random mensen op jouw lijst aan het zetten bent. Nee, maar de grootste gemene deler dat is de rode draad is. Precies. Nou, dat is iedereen die iets bijdraagt, die werkt, die aspireert, die ambitie heeft, die ondernemer is. Hè? Dus of je nou visser bent of boer, dat maakt me niet uit. Of je nou bakker bent of een horecaondernemer bent, dat maakt niet uit. Je draagt wat bij en je betaalt onevenredig veel belasting in dit land. Nou, en dat gaan we voorkomen. We willen een kleine staat en we willen meer vrijheid voor jou en voor mij en voor alle mensen die iets bijdragen. Ja, en als je niks bijdraagt, dan moet je ook de consequenties daarvan van dragen. Nou, verder hebben we nog, dat is natuurlijk gewoon allerlei statutaire puntjes. Hè. We hebben een bestuurswisseling, dus we hebben ook gevraagd of mensen, leden natuurlijk, willen solliciteren voor een bestuursfunctie. We hebben een penningmeester nodig en nog een algemeen bestuurslid. Wil er iemand solliciteren? Dan kan dat. We hebben daar een selectiecommissie voor. Die gaat het allemaal onafhankelijk beoordelen. Maar stuur dan een mailtje naar info@bvnl.nl. Dan komt het helemaal goed. En ik wil even aankondigen. Een toevoeging aan de lijst is MMA artist. Waanzinnig, hè? Alistair Overeem. Alistair Overeem, ja. Ik had niet durven dromen dat deze held, deze vechter, hè, die ons ook in de coronatijd ongelooflijk heeft gesteund. Hè, hij was... hij was gewoon meteen zich ervan bewust dat hier grondrechten werden geschonden. Dat de staat hier veel te ver in ging. Kinderen vaccineren, sportscholen dicht doen, scholen dicht doen, lockdown, avondklok, mondkapjes. Maar dit is niet zomaar een vechter. Ik bedoel, tuurlijk, we respecteren iedere vechter, maar dit is echt een heroïsche vechter. Ja, hij heeft een cultstatus in de MMA-wereld, in de kickboxwereld. Precies, als je zijn naam noemt, of als je het hebt over Dutch kickboxing, zal waarschijnlijk een van de eerste namen die mensen zullen opnoemen zullen zijn. Of Overeem, Badr Hari, Tyron Spong. En hij zit in dat rijtje. Dus het is echt een geweldige grote sportman, dat hij in dat rijtje past van Cruijff en Verstappen. Of vind je niet? Dat vind ik hem... Oeh, die vind ik lastig. Nou, ik bedoel... Wereldkampioen. Ja, het is natuurlijk wel... Meerdere disciplines. Met vechtsport is het wel iets anders qua wereldkampioenschappen. Ik vind hem een sportgrootheid. Hij is een van de grootste Nederlandse sporters aller tijden. Ja, dat wel. Dat wel. Absoluut. Ja. En ik ben ongelooflijk trots dat Alistair zich bij ons heeft aangesloten. En laten we een filmpje even kijken. Dan kijken we eens kunnen we kijken of jij daarna met hem in gevecht wil. Here is Alistair, the Demolition Man! The outside lead side. Alistair Overeem's affluent career includes over 80 fights. A collection of titles in two sports and a plethora of knockouts. Potter gets clipped with another short left hand.
rampant power combined with a versatile style immortalized him as the first simultaneous MMA and kickboxing champion. Ja, dit is ja, dat gaan we niet doen, hè? We gaan ook niet met z'n tweeën tegen hem vechten. Nee, dit is echt een geweldige vechter. Dus ja, heel mooi dat hij op de lijst staat en dat hij ook ons steunt in onze strijd voor vrijheid. Wie ook indruk maakte op mij was Shore Vestali. Absoluut, ja. Ja, Shore die is natuurlijk... ja, we hebben het al over haar boek gehad. Mm-hmm. Ze is natuurlijk een bekende Nederlander. Ze komt uit Iran. Ja, als er iemand die vrijheidsstrijd in zich heeft, is het Shore wel. We kunnen misschien even kort naar dat filmpje van opeen. Heel kort. Op de dag 1, toen ze aan de macht kwamen, was het geweld, executies, ophangingen en die soort dingen. Dus... Ja, je kunt je als Nederlander bijna niet voorstellen hoe dat moet zijn. Maar wordt dat dan normaal op een gegeven moment, als je daar zo leeft? Alles went. Mensen zijn heel erg sterk. Ze gaan toch een manier vinden om normaal te kunnen leven. Zo normaal mogelijk. Maar tegelijkertijd, ze geven de hoop niet op. En ze zijn al ruim 40 jaar aan het vechten voor hun eigen vrijheid. Ja. Want ze erkennen de overheid al jaren niet meer. En nu is wat wij net hebben met elkaar besproken, ze zijn gewoon de angst voorbij. Ze gaan ervoor en ze geven ook niet op. Ja, het spreekt boekdelen. En ik hoop echt van harte dat ze in de Kamer komt en dat ze daar kan uitleggen van jongens, wat de staat doet en wat de staat vindt, dat is niet altijd goed. En het kan echt helemaal misgaan en het gaat nu mis. En dan hadden we natuurlijk Rob Elens nog. Rob Elens, de huisarts, die als een van de eerste ontdekte dat je met hydroxychloroquine of met ivermectine mensen die corona hadden gewoon kon helpen. En plotseling kwam daar een enorme agressie tegen, want het mocht niet. Maar ja, het is een arts die een off-label middel voorschrijft. En dat was op dat moment gewoon volstrekt legitiem. Over de hele wereld zijn er ook onderzoeken gedaan. Het is allemaal heel positief uitgepakt. En toch had je mensen zoals Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid, die dan zeggen, nee, maar dan moeten we de BIG-registraties gaan ontnemen. Dan heb je dus een politicus die op de stoel van de arts gaat zitten, die op dat moment levens aan het redden is. Nou, hij staat bij ons op de lijst en ik hoop echt ook van harte dat hij in de Kamer komt. En zo niet, dan hoop ik dat we gaan meedoen en dat Rob minister van Volksgezondheid kan worden. Hij zal ze in ieder geval van medisch advies kunnen voorzien. Als we terugkeren in de Kamer. Absoluut. Nou, we hadden natuurlijk een prachtige lijst. Nienke Koopmans kwam natuurlijk wat later, want die moest eerst de koeien melken. En dat vind ik zo mooi aan onze partij. Iedereen heeft gewoon een baan, heeft verplichtingen. En dat maak je gewoon nergens anders mee. In ieder geval in mijn tijd bij de VVD heb ik dat nooit gezien. Johan Talsma ontbrak helaas. Grutte Pier uit Friesland heeft wat persoonlijke problemen. Dus van hier, Johan, heel veel sterkte. En we hopen dat je er snel weer bij bent. En dan jouw persoonlijke campagne, Jernas. Heb je er al over nagedacht? Ja, zeker. Ik was ook in gesprek met een aantal van onze kandidaten uit Rotterdam. Ik wil me vooral richten op gebieden waarin heel weinig mensen stemmen. Dus gebieden in Amsterdam en Suriname. Gebieden in Rotterdam. Zijn dat Suriname of Surinamers? Suriname. Nee, nou ja, ik weet niet hoe. Er zijn daar ook nog wel wat stemmers met een Nederlands paspoort. Maar ik denk, laten we even kijken of we inderdaad in de grote steden als Rotterdam en Amsterdam kijken of je daar toch een voet in de deur kan krijgen. Kijk, sommige van die gebieden stemt 81% niet of 61%. Dat is ja bizar. Als je daar een paar procent inderdaad zou kunnen binnenhalen. Maar stemmen Surinamers over het algemeen niet? Het stemgedrag is wel lager dan autochtone Nederlanders. Ik weet niet of het de groep is die het minst stemt als je het vergelijkt met andere immigrantengroepen. Maar ze stemmen wel minder dan zou horen. En kijk, nu verdwijnt Sylvana uit de Kamer. Dus ik denk dat voor die Surinamers die misschien vorige keer op haar hebben gestemd, of die erover aan nadenken waren, die misschien nu het idee hebben van, hé, waar kan ik terecht? Ik bedoel, ik weet niet, D66 heeft één Surinamer, meneer Bouke. Ik weet niet hoe hoog die op die lijst komt, maar ja, die hebben in de laatste peilingen, waar we zo over doorgaan, maar 7 zetels. Dus ja, ik weet niet of die erin gaat komen. Meer. Ik weet niet of die erin gaat komen. Maar als alle Surinamers op jou stemmen, hoeveel zetels hebben we dan? Nou, dan heb je het over 350.000 Surinamers in Nederland. Nou, dat zijn niet allemaal stemgerechtigd, maar laten we er 250.000 van maken. Ja. Nou, dat heb jij vorige keer gescoord. Dat is 4 zetels ongeveer. Nee, ik had 241.000 stemmen. Maar dat was ongeveer wat Pieter Omtzigt had. 330.000 stemmen. En dat is 5 zetels, 6 zetels. Dat is echt heel veel. Maar ik ben al blij als ik een paar
procentpuntjes eraf zou kunnen snoepen. Ja. En zeker omdat Sylvana er niet is, die mensen laten weten dat ze op een Surinamer kunnen stemmen. En we gaan jou weer pluggen bij Radio Amor. Zeker. Absoluut. Daar kom ik ook weer langs. Vorige keer heeft dat heel veel effect gehad. Ik denk het wel, ja. Okay. Hey, maar laten we nu even niet over onze eigen partij hebben, maar lekker over andere partijen gaan praten. Ja. Kijk, natuurlijk is het grote nieuws van deze week de overstap van drie Kamerleden naar BBB en hun premierskandidaat. Ja, dat is nog nooit eerder voorgekomen, denk ik. Nee. Het is wel eerder naar geflirt. Wouter Bos heeft geflirt met dat hij Johan Stekelenburg als premier naar voren wilde schuiven. Volgens mij heeft Diederik Samson geflirt met het idee om Job Cohen, die toen burgemeester was van Amsterdam, als premier naar voren te schuiven. Maar die hebben nooit het gered als grootste. Nee, maar ik bedoelde een paar maanden voor de verkiezingen. Ja, dat er drie mensen, nog wel van verschillende partijen, zeker niet, nee, overstappen naar iemand die één zetel heeft. Ja, dus laten we nu even erop ingaan. Wat vinden we hiervan? Kijk, de analyse die ik heb gemaakt tot nu toe is dat Caroline heeft misschien de conclusie getrokken dat er op links niks meer te winnen viel. Om zich zet best wel in op linkse items als armoedebestrijding, bestaanszekerheid. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk Timmermans die de hele linkse vleugel claimt. En nog een SP die daarnaast beweegt. Dus ik denk dat Caroline dacht, hey, volgens mij is er op links niks meer te winnen. Ik denk dat de winst op rechts is. Ze heeft natuurlijk ook gezien dat jaar 21 is zwaar weer verkeerd. Jezel Gus is net een nieuwe leider. Ja. Dus op zich zie ik daar wel veel reden voor. Wat zou de persoonlijke motivatie zijn van Dirk-Jan Epping en Nicky Pauverwey? Want kijk, ik kijk vaak op die nationale politieke index. Hè? Yes. En dan zie je dat Nicky, die staat op nummer 39. Maar heb je dit nou genoemd alleen om te kunnen zeggen dat jij zelf op 14 staat? Nee, dat je die index daar gaan we het helemaal niet op. Nee, maar oké. Okay. Kijk, ja. Caroline staat bijna altijd op 1. Ja. Ik kan het nu even niet. Maar die hebt altijd dezelfde mensen. Pepijn staat op 25. Pepijn staat op 25, ja. Pepijn is trouwens de enige van Forum die hoog staat. Want de rest dan, maar daar kunnen we het misschien straks over hebben. Maar Nicky staat op 39. Is volgens mij nog zwanger geweest in de tussentijd ook. Mm. Dus dat is gewoon goed. Dat is een harde werker. Dirk-Jan staat op 68. Dan ben je eigenlijk al af. En dan Joost staat op 88. Oei. Nou, dat is niet best. Dus, en Dirk-Jan en Nicky zijn dan weggegaan. Maar wat vind je nou principieel van dat ze eerst zeggen, we gaan niet verder voor jaar 21. En dat ze nu, bij de bekendmaking van de lijst van BBB, daar opeens op staan. Hetzelfde geldt voor Lilian Helder. Ik ben daar eigenlijk blij mee. Omdat ik wil de macht van de partij bestrijden. Partijen horen niet te bestaan in Nederland. De grondwet erkent geen partijen. Zetels zijn niet van partijen. Dus ik ben voor alles wat de almacht van de partij bestrijdt. Nou, ik ben het heel met je eens. Ja. In Engeland heb je een fenomeen dat heet floor crossing. Dus als je op een gegeven moment zegt van sorry, maar hier ben ik het gewoon niet mee eens. Ja. Dan loop je naar de andere kant van de zaal. En dan cross je de floor. Dat is ook politiek. Ja, ja. En dan ben je opeens van Tory, ben je Labour geworden. Het gaat erom, die mensen zijn verkozen. Zij moeten hun kiezers tevreden stellen. Of dat ze lukt, moet blijken bij de volgende verkiezing. Maar dat is in principe hun opdracht die zij hebben meegekregen. Ik controleer het kabinet, naar eigen inzicht, zonder last en ruggespraak. Als ik niet tevreden ben met mijn partij, kan ik dat aangeven. Kijk, het is netjes. Ze hebben gezegd, ik stel me niet meer beschikbaar voor die partij. En ze hebben nu gezegd, ik ga de verkiezingen in met een andere partij. Maar die laatste drie maanden dat ik hier zit, wil ik niet de boel voor de gek houden. Nee. Precies. Eigenlijk vind ik daar niks mis mee. Nee, ik vind het ook al goed. Maar, en dan Lilian Helder, die staat op plek 125. Ja, kijk. Oké. Laten we even met Epping beginnen. Epping, laten we eerlijk zijn, dat is een politiek. Een professionele politicus, absoluut. Laten we het zo zeggen. Ik heb nog nooit hem kunnen betrappen op iets raars. Ja. Geen boute uitspraken. Maar hij heeft nooit een hele diepe band gehad met partijen. Dat bedoel ik niet als belediging. Nee, ik bedoel dat gewoon als constatering. Hij heeft gezeten bij een Belgische partij. Nou, dat is al vrij bijzonder. Lijst de Dekker. Hij heeft toen gezeten bij de VVD. Hij heeft gezeten bij FVD. Bij Jaar 21. Nu gaat hij naar BBB. Ik heb er vast nog eentje gemist. Mensen dat hij heel vroeg nog bij de PvdA. Ja, voor hij aan de rechterkant ging. Maar oké. Okay. Dirk-Jan Epping is niet veranderd. Hij is niet veranderd, nee. Ja, maar dat is toch mooi. Ja. Ja, ik vind, en dat vind ik bij Nicky Pauverwey eigenlijk ook. Die heeft ook een vrij rechte koers. Ik vind wel dat ze in coronatijd veel te veel mee is gegaan met die hele hype vanuit de overheid. Maar zij is wel consequent. En dan is het dus, vind jij dus, maar ik ben het met je eens. Ja. Is het dus eigenlijk niet erg dat zij nu zegt van nou, luister, jaar 21, daar zitten allemaal haken en ogen aan. Een beetje te veel ruzie. En dan ga ik mijn doel bereiken via een andere partij.
Ja, en kijk, in het geval van Helder, kijk, daar lijkt het me heel logisch. Die staat op 125. 125, maar, ja, dan doe je dus niks. Maar, laten we eerlijk zijn, hoe de PVV is opgezet, hoeveel kan zij doen? Dat wil zeggen, hoeveel debatten mag zij doen? Hoeveel initiatiefwetgeving mag ze überhaupt voorstellen? Als jij inderdaad 13 jaar lang in een partij hebt geopereerd, waarin jij, weet ik veel, 4 keer per jaar een speech mag geven en 2 keer per jaar een amendement mag indienen, ja, kunnen we ons de vraag stellen waarom je dat deed? Maar oké, okay, dat nee, heb je 13 jaar gedaan. Nee, okay. En nu krijg je opeens de kans om misschien wel moties voor te stellen. Ja, nee, ter verdediging van ja, Lilian Helder. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt, want ik zie haar namelijk wel veel in de Kamer. Ja. Dus ik begrijp die 125e plaats niet helemaal. Nee. Maar ik denk dat ja, bij de PVV is er weinig ruimte om, ja, om de grote leider voorbij te streven. Dus dat is heel moeilijk, ja. Dus dat vermoed ik. Ik denk dat het gewoon voor haar zoiets was van, weet je, ik doe dit al 13 jaar, wil ik hier nog mee door? En toen ze de kans kreeg, nee, kom het bij ons doen, waar je meer vrijheid krijgt. Misschien heeft ze daar wel een compromis mee moeten maken. Want natuurlijk was ze eerst voor Koran verbieden. En dat zal ze nou ja, nu dat, voor BBB de kopvolle tax, neem ik aan, niet verkondigen. Nee, de kopvolle tax gaat eruit. En ik hoop ook dat ze, want ja, de PVV is natuurlijk schrijnend links. Hè, die willen de belastingen verhogen en de huren verlagen. En, het verbaast mij eigenlijk dat er niet vaker PVV'ers, er zijn wel een paar afgesplitst, Van Klaveren, Bontes, maar het verbaast mij dat er niet vaker PVV'ers door de andere partij zijn. We hebben Roy van Alst op onze lijst staan, hoog. Ja, oké, okay, op de lijst. Maar ik bedoelde echt dat terwijl ze in de Kamer zitten, maar misschien omdat de PVV zo'n besmet merk is, de andere partijen denken, we durven er niet aan. Maar ik heb me altijd al verbaasd, omdat ik altijd al het idee had, je hebt heel weinig bewegingsvrijheid bij PVV. Ja. Als je voor hetzelfde salaris veel meer bewegingsvrijheid krijgt, en je doelen wel kunt verwezenlijken. Dus. En we hebben René Derksen natuurlijk op 4 staan. Zeker. Nee, dus dat, wat zouden Rob Roos en Rob Roken gaan doen? Ja, kijk, ik ken Rob Roos goed van de periode bij FVD. Zeker in het begin ondernemer uit Rotterdam, toen hij Europa werd verkozen. Ja, ik vind hem eigenlijk altijd al, en dat heb ik ook een paar mensen in de reacties zien zeggen, meer bij ons passen dan bij Ja 21. Dus ja, dat moet hij natuurlijk zelf eens bedenken waar hij zich eventueel bij wil aansluiten. Maar als hij de floor crossing wil doen, dan is hij natuurlijk van mij is hij welkom. Ja, natuurlijk. Nee, dus dat zeker, want hij is een ondernemer. Ik weet dat hij heel kritisch was in de coronatijd en nog steeds erna. Ja. En dan komen we eigenlijk aan bij het premierskandidaat. Nou. Want ik ben daar niet positief over. Nou, gisteren hoorde ik uit zeer betrouwbare bron. Ja. Het zal wel uitlekken op een gegeven moment, dus ik denk dat ik het ook wel mag zeggen. Dat Mona in verregaande besprekingen was met Pieter Omtzigt. En dat een paar dagen geleden daar de boel is gebarsten. Dit is wel een scoop. Ja, nou ja, een scoop. ik hoorde het gisteren. En voor zover ik kan nagaan is dat waar. Dus die waren bijna rond. Slaan de deuren ruzie uit elkaar. En toen is Mona naar BBB gegaan. Oké, okay, nou ik ben benieuwd of het nog ergens anders uit. Nou, laat een paar goede journalisten erachteraan. Ja, als er nou een paar goede. Wie is een goede journalist? Nou, laat de mensen van Haagse Zaken. Maarten Keulemans. Nou, laat Maarten Keulemans, die is geen goede journalist. Nou, maar wat ik wilde zeggen over Mona Keijzer. Ja. Waarom ik haar niet wil als premier, omdat zij was dus staatssecretaris in het coronakabinet. Ja. Je wordt ontslagen, wat heel bijzonder is, uit een kabinet als staatssecretaris. Je hebt de kans om in de Kamer terug te keren, om daarin alle vuile was buiten te hangen, om daarin het Nederlands volk te vertellen wat je allemaal hebt gezien. En wat doet ze? Ze verdwijnt op de achtergrond en ze zegt, ik wil een maatschappelijke rol vervullen. Heel vreemd, doe dat vooral in de Kamer. Je blijft een half jaar weg, draagt niks bij aan de anti-corona, aan het verzet of aan de mensen die achter de OMT-teams willen komen. Hier gaan we hardgrondig over van mening verschillen. En vervolgens komt ze terug en zegt ze, ik wil premier worden. Ja, hallo, had dan die kamerzetel ingenomen? Nee, dat je een half jaar lang kunnen laten zien waarom jij premier moest worden. Nee, Jernas, ik ben het totaal niet met je eens. Nee, kijk, zij is weggegaan. Ja? Ze heeft niet de vuile was buiten gehangen. Dat vind ik een pluspunt. Hartstikke goed. Maar die zou had ons kunnen helpen om te kunnen aantonen van, het kabinet heeft fouten gemaakt, of het kabinet heeft dingen verdoezeld, dat weten we niet. Ik vind dat niet netjes. Vervolgens, ze is uit het kabinet gegooid, omdat zij tegen 2G was. Dan kun je zeggen, oké, alle andere maatregelen, zat ze waarschijnlijk tandenknarsens in die ministerkamer. Oké, fair enough, dat geef ik. Maar ze heeft haar rug recht gehouden toen het ging over 2G. Ze heeft gezegd, dit gaat mij te ver. En zij komt uit een ondernemersgezin, ze komt uit Volendam. Ze is inderdaad gewoon ook een vrouw die met de poot in de modder heeft gestaan.
Ik zie geen andere kandidaat. Timmermans. Maar waarom ging ze dan weg? Nee, zelfs als ze de vuile was niet had willen buitenhangen, dan had ze toch in de kamer kunnen zitten en zich of bij Omtzigt of bij Caroline kunnen aansluiten of alleen kunnen blijven voor als ze dat liever had gewild. En dan had ze gewoon kunnen laten zien waarom Mona Keijzer überhaupt een goede politicus is. Nu heb ik haar een half jaar niet gezien. Ze zit al heel lang in de politiek. Iedereen kent haar, iedereen weet wat ze vindt. Ze is voor het MKB, ze is tegen al die zotte coronamaatregelen en ze heeft nu een kans om premier te worden. Nou, ik heb nog geen betere kandidaat gezien. Ik weet niet wie Pieter natuurlijk uit zijn hoge hoed gaat toveren nu. Nou, nu jij dit zegt, weet ik dus dat Pieter in ieder geval zich niet achter Keijzer gaat scharen. Want dat dacht ik eerst nog. Dat misschien nog een mogelijkheid was. Dat Pieter zou denken van, weet je wat, ik word de grootste. Dus ik heb wel de grootste vinger in de pap. Maar dan laat ik hun de premier leven, zodat ik, integer lijken. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Interessant. Maar ja, als jij nu zegt dat we slaande ruzie hebben gehad. Dan... Nou, dat is wat ik hoor. En ja, ik moet zeggen, Mona moet natuurlijk nog wel even ook ideologisch op één lijn komen met Caroline. En het verkiezingsprogramma gaan lezen. Want bij Op1 bleek toch wel dat ze in ieder geval het verkiezingsprogramma nog niet had gelezen. En het zou heel bijzonder zijn als dit zou gebeuren. Want dat zou voor het eerst zijn volgens mij... voor het eerst sinds van 877 dat de premier niet afkomstig zou zijn van de grootste partij in de Tweede Kamer. Oh, okay. Dat was alleen omdat toen PvdA had gewonnen en toen wilde niemand met ze regeren. En toen hebben VVD en CDA samen een kabinet gesloten. Ja. En toen was dus de PvdA de grootste partij in de Tweede Kamer. Maar volgens mij hebben we dat sindsdien nooit meer gehad in Nederland. Dus het zou een unicum zijn. Het zou interessant zijn. Ja, dan hebben we natuurlijk de peiling van Maurice de Hond direct daarna. Ik weet nooit wat die peilingen betekenen. Maar in ieder geval is Maurice de Hond is de enige... En als je nog niet geabonneerd bent op die peilingen, doe dat alsjeblieft. Schrijf je in bij peil.nl en bij Ipsos en INO, want dat helpt ons. Maar Maurice de Hond is de enige die ons ook echt noemt. BVNL, Groep van Haga. Wel zo netjes. Hè? Ja, want bij Ipsos en INO en al die, dan moet je zeggen, ik stem niet op die partij en andere partijen. Dan moet je zelf BVNL gaan intypen. Nou, dan kom je natuurlijk nooit ergens. Maar goed, wat vond je van die peiling? Nou, ik was natuurlijk blij dat we erin staan. Want je weet hoe het werkt. Als je niet erin staat, dan vergeten mensen je. En wat natuurlijk opvalt, is dat Caroline er 4 zetels bij krijgt. Ja. En dat je 2 partijen 2 zetels verliezen. Nou, dat zijn niet toevallig de partijen van wie ze een Kamerlid heeft afgepakt. Ja. Dus JA21 zakt terug naar 1, is op gelijke hoogte met ons. Ja, PVV zakt terug naar 15, vanwege misschien vertrek van Helder en het effect daarvan. En ja, D66 op 7 zetels is natuurlijk hilarisch. Ik vind het nog veel. Ik bedoel, Tjeerd de Groot heeft campagne gevoerd voor BBB. Mm-hmm. En Sigrid Kaag, die heeft toch iets wat begon als het kind van Hans van Mierlo. Volledig om zeep. Nou, ze hebben in anderhalf jaar tijd 2/3 van hun kiezers verloren. Ja, maar je kunt op een borrel of een verjaardag toch niet meer zeggen dat je D66 stemt. Dat wordt even erg als, je kent de partijen waar je echt niet... Nou ja, mijn zus zit in de gemeenteraad van D66. Serieus? Dat zou nogal lastig zijn als ik daar nu mee. Dit is echt een scoop. Heb je dat tegen de kandidaatstellingscommissie gezegd? Nee, dat heb ik... Holy smoke, man. Dat heb ik verzwegen. Ja, nee, mijn zus is echt hartstikke lief en super intelligent. Okay. Een heel goed raadslid in... Ik zal de gemeente maar niet noemen, anders wordt ze lastig gevallen. Ja, dat willen we zeker niet hebben. Hey, dan hebben we het verkiezingsprogramma van de VVD. Ja, weet je wat? Ze gaan een prioriteit maken van asiel. Ja, dat is interessant. 13 jaar VVD. Allemaal asiel, staatssecretarissen. Van den Burg. Ja, Mark Harbers. Ankie Broekers-Knol. Ze hebben allemaal niets gedaan. Het is een tsunami van asielzoekers, immigranten. Niets gebeurd. Niets. Eén grote ellende. En wat zegt Dylan Jesselgus, die ons extreem rechts stinkend varkensvet noemt, om de boel niet te polariseren. Die zegt, weet je wat wij gaan doen? Wij beloven, want je moet altijd iets beloven aan je kiezer. Wij gaan beloven dat we de asielcrisis gaan oplossen. Nou, er is echt geen hond die dit nog... Waar ik denk dat we getuigen van zijn, is de grootste trollactie in de Nederlandse politiek. Ik denk dat ze bij de VVD hebben gerealiseerd, de enige manier voor ons om relevant te blijven, is om te doen alsof we heel recht zijn. Zeggen dat we willen regeren met de PVV. Hopen dat daardoor heel veel rechtse mensen op ons gaan stemmen. Om ons de grootste te maken, zodat Timmermans geen premier wordt. Precies. En wanneer we al die stemmen binnengehaald... Dan gaan we met Timmermans gaan we weer vrolijk... Dus dat denk ik. Ik denk dat dit gewoon een smerige
geheime agenda is om gewoon jezelf weer rechtsvoor te doen, flirten met de PVV, weten dat je dat donders goed niet gaat doen en gewoon hopen dat je daarmee de twijfelaars, de mensen die altijd zeggen ik stem PVV, maar er gebeurt niks. Maar niemand trapt hier toch dat mee. De jaar 21 mensen misschien die PVV te ver vinden gaan, nee, denken oeh, jaar 21 zakt in elkaar, maar dan toch op de VVD gaan, die lijken rechtsvoor geworden. Daar zit toch wat anders, want die jaar 21ers, Dat zijn twee bloedgroepen. En daarom zit Rob Rooster ook in. Rob Roken, dat zijn de mensen die voor vrijheid strijden. En dat zijn de ondernemers. En dan heb je de ambtenarenkant, hè, de baantjesjagers. En dat is gewoon een splitsing. En daarom valt het nu uit elkaar. Die ondernemers, die vrijheidsstrijders, die kunnen echt niet meer terug naar de VVD. Misschien dat gaan niet. Ze niet meer doen. Dus die hebben nog maar één optie. En dat zijn wij, BVNL. Het was trouwens nog iets grappigs. Ik zit in allemaal van die vastgoed-appgroepen met met de duizenden vastgoedmensen die door box 3 getroffen worden, die door de regulering van de middenhuur getroffen worden. En wat staat er in dat VVD-verkiezingsprogramma? We gaan die regulering van de middenhuur, dat gaan we niet meer doen. We gaan, het moet ook mogelijk zijn voor particulieren om te verhuren. Dan denk ik, dan hebben ze deze sector zo afgebroken, zo kapot gemaakt. En dan komen ze met zoiets, en zelfs in die vastgoed-apps, op Facebook en op WhatsApp. Ja, mensen vinden dit echt niet grappig meer. Ja, de VVD is als een toxische partner voor de ondernemer. Hè? Elke keer binnenlokken, elke keer met mooie woordjes in je oortjes fluisteren van ik verlaag je belastingen. Verlaag je kosten. Maar aan het eind van de dag regeren ze met links, regeren ze met D66 en ze leveren gewoon de ondernemer uit. Dus ik hoop, want ik denk dat ze bij de VVD dachten van ja, 21 en BVNL hebben we niks te vrezen. Als we gewoon alleen de PVV kunnen kantstellen, dan zijn we er al. En ik hoop dat dus een grote misrekening is en dat die ondernemers die bij jaar 21 zitten en natuurlijk ook die nog bij de VVD zitten, dat die denken, maar weet je wat, jullie zijn toch zo rechts? Nou, dan maken we deze kleine rechtse partij heel groot. Precies. En als jullie zo graag met hun willen samenwerken, dan worden jullie daar nog rechtser van. Dat is het enige wat je kan doen om de VVD rechtser te maken, namelijk BVNL groter maken. Ja, en als je de ouderen een warm hart toedraagt, dan stem je op Henk Krol, toevallig nummer 2 bij ons op de lijst. En als je boer bent, dan stem je op Sita van Kijnpema. En als je visser bent, dan stem je op Patrick Schilder. Dus voor elk wat wils. We gaan even verder. Pieter Omtzigt, premierskandidaat. Hij moet er nu mee komen. Na die bom die jij net hebt gedropt over deze slaande ruzie tussen Keizer en Omtzigt, ik het niet meer. Misschien dat hij nu toch uit verantwoordelijkheidsgevoel zichzelf toch naar voren schuift. Nou, kijk, als ik Pieter een advies mag geven, Pieter, als je kijkt, doe het gewoon zelf. Dit is wel gemeend, hè? Dit is wel gemeend, Pieter die gaat waarschijnlijk de grootste partij worden. Ja, dan moet je die verantwoordelijkheid ook nemen. Ik vind het ook echt slecht dat Caroline dat niet heeft gedaan. Ik vind Mona een prima keuze, daar niet van. Maar Pieter Omtzigt moet gewoon, als hij inderdaad partijleider is en de nummer 1 is, en je wordt de grootste, dan word je premier. En ik denk dat het helemaal niet zo slecht zou zijn. Nee, dan weten we ook wat we krijgen. En als je Surinaamse oom van mij zei altijd, dan moet je je ballen op tafel leggen. Je ballen op tafel? Ja. Dat gebeurde ook daar. Nou, nee. In ieder geval, in de metaforische zin, als jij de grootste bent van het land, dan kan je niet gaan verschuilen achter. Maar met wie zou die nog meer kunnen komen? Balkenende? Hij er toen al bij in de Balkenende-periode? Was hij toen al Kamerlid? Maar ja, Balkenende leeft nog steeds. Ja, dat is waar. Joost Eerdmans? Maar Balkenende, dat is een serieuze kandidaat natuurlijk. Ja, Cenk Willink of zo. Ik weet oprecht niet wie het beste aansluit bij zijn politiek. Ik vond ook nog, ik zag iets interessants. Henry Bontebal van CDA opende de aanval op BBB. Misschien heb je dat net gemist. Nee. Die zei, hij bespeurt ideologische vaagheid bij BBB. Oeh, dat is een hele harde aanval. Ja, dat is wel. Zo, er wordt er met scherp geschoten. Dus ik denk dat hij natuurlijk doet op het feit dat ze PVV erbij haalt. Ja, 21. Ik moet zeggen, hij heeft wel gelijk. Nee, natuurlijk niet. Er is wel ideologische vaagheid. Nee. Echt niet? Nee, vind ik niet. Nee, het is gewoon allemaal opportunisme. Ik weet niet echt wat ik krijg als ik BBB stem. Krijg ik een PVV-BBB? Krijg ik een 21-BBB? Krijg ik een CDA-BBB? Nee, het is allemaal een beetje pappen en nat houden. Als je CDA'er bent, een ouderwetse CDA'er, en je denkt, nou, het is allemaal wel een beetje pappen en nat houden, dan kun je op CDA stemmen, dan kun je op CDA 2.0 BBB stemmen, en je kunt op, hoe heet het ook alweer? NSC. Nee, dat is CDA 3.0 stemmen, en dan heb je gewoon drie keuzes. Ja. Dan ben je nog steeds een oude CDA'er, en je krijgt precies hetzelfde. Ik geloof niet dat daar een groot verschil tussen zit.
Oké, dus dan moeten we inderdaad benieuwd zijn naar in hoeverre Epping en Helder hebben ingebonden met hun komst naar BBB. Of hoe vrij ze zijn als Kamerlid. Het zal natuurlijk ook afhangen van de coalitie. Ik denk dat Mona heel veel in talkshows gaat komen. Nou, en die gaat dan laten zien van joh, is er wat geschoven? Maar als jij een debat voor je ziet met Mona Keijzer, Geert Wilders, Timmermans en laten we dan voor het gemak zeggen Pieter Omtzigt. Wie geef je dan het voordeel in een debat? Nou ja, ik denk Mona toch. Qua inhoud, denk je dat ze... Nou ja... Ik moet zeggen dat ik wil, dus ook wel goede kansen geven hoor. Ja, maar... Ja, oké. Nou, als debater... Ja, als debater. Als debater, nee, ja. Inhoudelijk niet, want inhoudelijk ben ik het totaal niet met Wilders eens. Ik ben het alleen met Wilders eens op het asielstandpunt en dan op een soort fatsoenlijke manier. Ja. Maar voor de rest zijn hele SP-economische agenda, dat is de dood in de pot voor Nederland. Dan gaan we echt een hele zware tijd, dan worden we een soort tweede Venezuela. Is Wilders, hoe zit Wilders op het klimaatdossier dan? Ook wel redelijk, toch? Ik heb zowel de Kamer daar vaak goede dingen over horen zeggen. Wie doet dat? Alexander Kops, geloof ik. Ja, die is wel een van de betere Kamerleden. Ja, zeker. Dus kijk, het hangt er vanaf waar het debat over gaat. Als asiel en klimaat het issue zijn, dus misschien klimaat vanwege Caroline, als dat zou wel in zijn voordeel werken. Als het inderdaad gaat over bestaanszekerheid, oké, dan zou hij alsnog de asielkaart kunnen spelen. Maar ja, ik vind dat in deze constellatie Wilders zeker niet kansloos is. Maar toch, nee, zeker niet. Maar als het gaat over boeren, dan stemmen zij heel vaak met Dion Graus mee over diervriendelijkheid en zo. Ze hebben wel een pro-dieren lijntje, klopt. Precies, dus dat als je boer bent, dan niet. Zij waren van de cavia-politie jaren geleden? Of was het Partij voor de Dieren? Sorry als het de Partij voor de Dieren was. Ik heb geen idee. We gaan verder. Ja, Dion Graus is de cavia-politie. Maar het gaat over... Nou, de conclusie die ik zeg is, Pieter, doe het zelf. Ja, doe het zelf. Doe het zelf. Of je nou wel of geen ruzie hebt gehad met Mona Keijzer. Leg je ballen op tafel. Leg je ballen op tafel en word de grootste en leid ons naar betere plekken. Ja. Ja. Dan de komende week draait alles om het controversieel verklaren. Nou, even uitleggen aan de mensen, als een kabinet valt, is het demissionair. Dat wil zeggen dat ze niet over alles mogen beslissen. Wat dan vaak de norm is, is dat de hele hete aardappels even worden bevroren. Dus bijvoorbeeld de euthanasie, de abortus, stemmingen. Normaal gesproken wordt dan gezegd, dat laten we even liggen en dat laten we over aan de nieuwe Kamer. Precies. En nu gaat dus het debat om wat wel of niet controversieel is. Ja. En het nare is dat Pieter Omtzigt, Gundogan, Olaf Efriem, Hans Smolders en ik, wij zijn afsplitsers. Wij hebben geen stemrecht in commissies. Dus als de procedurevergadering wordt gehouden, waarin dit soort dingen worden besloten, wat er op de lijst komt, dan mogen wij niet meedoen. We hebben geen stemrecht. En natuurlijk kunnen we later stemmen over de dingen die de Kamerleden, die dus A-Kamerleden zijn, hebben besloten. Maar ja, ik heb geprobeerd vlak voor het reces een motie in te dienen om de spreidingswet controversieel te verklaren. Misschien moeten we er heel even naar kijken. Ja, voorzitter, ik kan het ook heel kort houden. Het is goed dat er een frisse wind door Nederland gaat waaien. Mooi dat het gebroken is op asiel, want dat is een hekelpunt. Mooi ook dat we op half november hebben. Dat geeft ons genoeg tijd. Ik heb één motie en die gaat over de spreidingswet. Constaterende dat het kabinet gevallen is op het feit dat de regeringspartijen geen overeenstemming konden bereiken over het beperken van de asielinstroom, overwegende dat de voorliggende spreidingswet politiek dermate gevoelig ligt dat behandeling in de Tweede Kamer van onwenselijk is, de Kamer spreekt uit dat de spreidingswet niet in behandeling genomen wordt. En gaat over tot de orde van de dag. De heer Klaver, GroenLinks. Ja, nou ja, wat er is gebeurd is dat er is op een gegeven moment een enorme bestraffing gekomen op afsplitsen. Daar heeft PVV heel erg aan meegewerkt. En natuurlijk de zittende macht, VVD, CDA, D66. Pieter Omtzigt, Mona Keijzer. Pieter Omtzigt ook. Mona Keijzer. Ja, zeker. Maar daardoor heb je dus geen stemrecht in die commissies. Ja, je krijgt ook nauwelijks geld en je hebt ook de helft van de spreektijd. En je mag je eigen naam niet voeren. Allemaal totale ondemocratische onzin. Maar nu het kabinet gevallen is, is het heel belangrijk dat er bepaalde zaken controversieel verklaard worden. Zoals bijvoorbeeld de spreidingswet. Zoals al die onzin rond stikstof, zoals al die klimaatmaatregelen die ons land helemaal kapot maken. Zoals bijvoorbeeld de regulering van de middenhuur. Wij kunnen niet meepraten, dus wij kunnen daar naartoe gaan. Dan moeten we netjes vragen van, iemand van de VVD met 900 stemmen. Mag ik alsjeblieft meedoen? En dan zegt Pieter Omtzigt met 330.000 stemmen moet vragen aan
Een of andere nobody. Ja, die backbencher is. Van, mag ik alsjeblieft meedoen? Nou, en dan wordt er gestemd van, nou, gaan we stikstofproblematiek, of de dwaling daarover, gaan we die controversieel verklaren? Nou, dan steken wij ons hand op en dan wordt dat niet meegeteld. En dan zegt de voorzitter, nou, ik zie dat het gewoon doorgaat. We gaan lekker hard die stikstofproblematiek aanpakken. Voor 2030 moet het zijn opgelost. En alle boeren gaan we een voorstel doen, zodat we de helft van de veestapel gaan halveren. Ja. En 3000 boeren gaan uitkopen. Ja, dit is volslagen idioot. Het is ondemocratisch. En ik heb daar een groot probleem van gemaakt. Nou, ik wil dan nog even een terugkeren naar het jaar 21 punt. Want goed dat je over die afsplitsers begint. Want voor de mensen die nog twijfelen, hè, tussen jaar 21 of BVNL, denk hierover na. Eén partij had 3 zetels van zichzelf, eigen geld, eigen subsidies, 12 Eerste Kamerleden, ja. Statenleden, ja. Noem maar op. Had al dat in kas en had 1,5 jaar tijd om zich voor te bereiden op een verkiezing. En kijk wat ze ervan hebben gemaakt. Heleboel is uit elkaar gedonderd, ze hebben nog 1 Kamerlid over en de andere aspirant Kamerlid maakt ruzie met al die mensen. Ja. En ik vind dan toch, als je kijkt naar BVNL, met beperkte middelen, plus dat je 14 staat op die lijst en de eerste van hun staat op nummer 39. Dus ik denk dat je op alle vlakken kan zeggen, organisatorisch, politiek inhoudelijk en als het gaat om arbeid leveren, heeft BVNL gewoon veel beter gewerkt dan jaar 21. Ja, nou ja, en ik hoop dat BVNL daarvoor wordt beloond en dat die mensen die twijfelden en die misschien de vorige keer jaar 21 hebben gestemd en ik weet het, veel van mijn vrienden hebben dat ook gedaan en dat neem ik ze verder ook niet kwalijk, dat die nu even denken van hey, we hebben hun een kans gegeven en zij hebben met die tonnen subsidie er niks van gebakken. Deze man moet hier op een houtje bijten in de Tweede Kamer en moet inderdaad aan een steltje nobody's vragen of hij alsjeblieft mag meedebatteren. Ja, oké, okay, dus het ja, ik bedoel, mooi, laten we dat even duidelijk stellen. Ik heb toch wel een beetje medelijden met Joost. Toch wel? Ja, ik vind het... Het is op zich wel oké, gozer. Hoor. Nee, ja, zeker. Oké, we gaan door. Nou, wel wat ander nieuws. Ik las voorpagina Telegraaf. De ouderenzorg in Denemarken schijnt heel goed te zijn. En dan lees je dat artikel. Nou, we hebben natuurlijk Henk Krol binnengehaald. Die gaat de ouderenzorg hervormen, zodat het gewoon weer normaal wordt. Zodat mensen niet in een rolstoel hoeven te slapen of geen eten krijgen op een dag. Maar wat ze daar zeggen is... Nee, we laten die mensen gewoon, we vertellen ze gewoon dat ze langer voor zichzelf moeten zorgen. En dat is dan de oplossing. Dus dat gaan we niet doen. Dan hebben we, Rob Jetten had opeens tijdens een congres of zo, zei hij van ja, we moeten toch een wat rustiger stoppen tonen. Met drammen. Stoppen ja, met klimaatdrammen. Het eerste t-shirt klimaatdrammer. En dat heeft hij nu de hele tijd gedaan. 35 miljard in de sloot gegooid. 25 miljard euro aan stikstofgeld in de sloot gegooid. En die zegt, ja, op stikstof en klimaat moeten we wel een wat rustiger toon aanslaan. En, de scoop weer, we zijn voor kernenergie. Mijn god, in Borselen staat 1 kerncentrale, er waren 6 gepland. D66 is altijd tegen geweest. Heeft nooit iets voor kernenergie geroepen. En nu opeens, oh, we hebben plotseling verkiezingen. Oh, we moeten iets aparts doen. We zijn voor kernenergie. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Maar... Ik zal inderdaad voor de verandering eens een verzoenende toon aanslaan. Want ik vind dat als mensen naar ons toe bewegen, dan kan je ze ook omarmen. Nou, als Jesse Klaver zegt, ik zat al die jaren fout toen ik zei dat we geen 2% aan de NAVO moesten bijdragen. Dan kan je inderdaad daar heel sceptisch over doen en hem gaan uitlachen van, hey, sukkel. Maar je kan ook zeggen van, nou Jesse, het heeft langer geduurd dan ik wilde, maar tenminste ben je er nu. Dus... Laten we dat als eerste instantie ook zeggen tegen de heer Jetten. Ja. Als je nu bent waar wij al lang waren, dan zijn we er blij mee. Als het alleen maar een truc is, dan is het heel triest. Maar als je nu gewoon voor kernenergie bent, laten we dat koesteren. En hopen dat ook de andere kartelpartijen, misschien doordat deze overstag is, dat zij nu ook overstag gaan. Zo werkt dat vaak. Nou ja, het is onbegrijpelijk dat mensen die inderdaad geloven dat wij, doordat we uitademen en CO2 uitstoten, dat daardoor het klimaat opwarmt. En dat daardoor de planeet gaat oververhitten en exploderen. Dat die mensen niet de common sense hebben om te denken. Nou, zelfs als je dat gelooft, dat je dan niet voor de schoonste energievoorziening kiest die er bestaat. Namelijk kernenergie. Maar goed, dat is dan niet zo. Dus Rob Jetten, goed, welkom in het kamp in de kernenergiecoalitie. Maar goed, jij omarmt dus vrijwel alles vanaf nu. Een hele verzoenende toon. Mensen die naar ons toe bewegen, die omarm ik. Drag queens die gaan voorlezen aan kinderen. Nou, misschien als ze wat goede economische lectuur voorlezen. Nee, nee, maar, dat gaan we niet doen, toch? Nee, zeker niet. Dat doen we Laten niet. We even wat tijd nemen voor de kijkersvragen. Vaak...
springen we daar een beetje overheen. Maar we hebben nu dit keer ergens campagnetijd. Nu gaan we het goed doen. Nog serieuzer dan normaal. Je hebt twee inhoudelijke vragen gekregen. Die ene was van Killer Beuk. En dat ging over... hij zegt, de PVV zegt sinds jaren en dag dat ze willen snijden in de overheid. Maar ik hoor nooit iets concreets. Hoe zien jullie dat voor je? Nou ja, het is heel simpel. Je gaat 20% van de ambtenaren er sowieso uitdoen. Dat zijn niet de politieagenten, dat zijn niet de militairen, niet de mensen in de zorg, niet de docenten in het onderwijs. Ambtenaren, er zijn ontzettend goede ambtenaren. Ambtenaren doen heel goed werk. Voornamelijk de ambtenaren die met hun poten in de modder staan. Maar al die ambtenaren die op ministeries van sociale zaken daar een beetje rondhangen, daar kan zo, nou, ik denk wel de helft vanaf, maar we hebben in ons verkiezingsprogramma gezet, daar gaat 20% dus vanaf. Dus wat moet ik me daar voorstellen? Er komt naar een ministerie en die gaat zeggen, werken hier 40 mensen, iedereen moet weer solliciteren op zijn eigen baan. En van die 40 blijven er nog 32 over. Nou, zoiets bedoel zeggen, er werken er 10.000 en er gaan er 2.000 gaan er gewoon binnen 3 maanden naar huis. En we gaan de inhuur van hele dure ZZP'ers, die vroeger ambtenaar waren en ontslag hebben genomen en zich laten terughuren voor €150 per uur, die gaan we ook niet meer inhuren. En we gaan het stikstoffonds van 25 miljard gaan we ontbinden. We gaan het klimaatfonds ontbinden. We gaan het gasveld in Groningen weer open doen. Daar zit 1.000 miljard euro nog in de grond. We gaan de asielcrisis gaan we oplossen. We gaan niet meer tientallen miljarden aan asiel uitgeven. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Even terug naar snijden in de overheid. Dus we gaan die ambtenaren eruit werken. Absoluut. En dat is de eerste stap die we gaan nemen. Dus 20% van de ambtenarij... Ja, die ligt er binnen no time uit. Het principiële punt is natuurlijk dat je vertrouwen moet hebben in de mensen. En als je de mensen vertrouwt, dan heb je helemaal niet zoveel controle en regels nodig. Als je een vlaktax invoert, dan heb je al die toeslagen. Van geld. Dat moet allemaal stoppen. En dan kun je gewoon met veel minder ambtenaren toe. Dan heb je een hele kleine overheid en dan zijn we allemaal gelukkig. En dat levert ontzettend veel geld op. Dan blijft het geld bij de mensen in de zak. En die kunnen dan zelf bepalen waar ze dat aan uitgeven. Nou, Killerbeuk, ik hoop dat je tevreden bent met het antwoord. Mooi naam, Killerbeuk. We hadden nog een andere vraag. Dat is van Wouter Schuiling. En die zei dat hij het in principe op alle punten met je eens is. Ja. Dus met de partij. Maar dat hij zei van Wouter Schuiling. Schuiling, sorry. Ja. Die zei, wat is nou het verschil tussen BVNL en FVD? En hij heeft daar nog expliciet gezegd. Kan je niet woorden als wappie en zo gebruiken, maar kan je hem gewoon inhoudelijk houden? Niet dat je dat per se zou doen, maar, maar voor de helderheid. Wappie is inmiddels een snappie geworden. Mm. Kijk, in de coronatijd ben ik heel goed gaan samenwerken met Thierry Baudet. Hij was natuurlijk in het begin voor hardere lockdowns. Nou, hij heeft toegegeven dat was een fout. En hij is al heel snel overgestapt. Ja, en we hebben echt maandenlang heel goed samengewerkt. En toen zaten we ook in die coronacrisis zaten we precies hetzelfde. Tegen lockdowns. We vonden het bizar dat de nevenschade niet werd meegenomen. De avondklok, nou, al die maatregelen. Mondkapjes, totaal imbeciel om een heel volk rond te gaan laten lopen met een mondkapje dat niet werkt. Waarvan zelfs Jaap van Dissel zei dat het niet werkt. Dus daar waren we het helemaal over eens. Waar het verschil zat in politiek bedrijven is voornamelijk met de ophef die je probeert te creëren. En Thierry heeft op een gegeven moment een opstel geschreven en daarin zei hij, Forum zal altijd ophef zijn of zal niet zijn. En take it or leave it, ik ben de kapitein en bye-bye. Eigenlijk waar hij meer in geïnteresseerd is in het maatschappelijk debat veranderen. Ze noemen dit de Overton window. Hè? Hetgeen wat politiek maatschappelijk geaccepteerd wordt. Ja. Eigenlijk is zijn doel meer om daar de doelpalen te verzetten. Dus bijvoorbeeld dat kritiek op drag queen story hour mainstream wordt, bijvoorbeeld. Ja. Ik noem even iets. Waar we het misschien mee eens zouden kunnen zijn. Dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal met hem eens. Ja. Alleen als je bijvoorbeeld een hakenkruis gaat twitteren. Ja. Dan vind ik de ophef onnodig, contraproductief en kwetsend. En dat heeft natuurlijk pijn gedaan op een gegeven moment. En achteraf wordt altijd gezegd van dat wilden we niet. Maar ik vind dat niet netjes. Ook die poster. Refereren naar de Tweede Wereldoorlog, continu refereren naar, weet ik wat, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden. Ja, dat totaal, ja. Kom op, dat is niet mooi. Maar je hebt gelijk met het Overton window en ik ben het er ook mee eens. Je moet proberen dat aan te pakken. Alleen wij proberen met BVNL dat van binnenuit te doen. Wij doen mee in de debatten. En Forum is inmiddels, heeft de moed een beetje opgegeven. Die zijn daar uitgestapt. Die willen een parallele samenleving met een eigen... Een dating app en een eigen munt en eigen scholen.
Ja, en dat is echt een groot verschil. Wij willen het bestaande systeem veranderen. We geloven wel dat er nog iets is van een democratie. Al kan je daar echt wel wat op aanmerken. En ik denk dat wij binnen het systeem ook harder werken. Maar dit is dan inderdaad meer een verschil in hoe je politiek aanpakt. Ik denk dat er ook nog een inhoudelijk verschil is als je kijkt naar... Wij zijn veel explicieter voor een vrije markt. Ik denk dat het woord vrije markt niet eens zal staan in het Forum-verkiezingsprogramma. Misschien wel iets als minder overheid, maar ik denk niet dat het in zulke expliciete termen zal worden benoemd. Nee, wij zijn een partij van ondernemers en voor ondernemers. En bij hen zit er echt geen ondernemer bij. Dat zijn allemaal toch een beetje jonge politieke ideologen die nog nooit een onderneming hebben gehad. Die een beetje flirten met het conservatisme als een soort esthetische symbool. Ja, ze zitten ook, bij dat Assenkruis zitten ze ook echt... in de religieus-conservatieve hoek. En dat is echt totaal anders dan wat wij zijn. Hè? Klassiek liberaal, cultureel-conservatief weliswaar... maar verder economisch gewoon hartstikke rechts. Ja, ja, ja. En ook op die medisch-ethische thema's... Ja, je hoort Thierry dan wel vaak zeggen... van nou, vrouwen zijn minder dan mannen of hebben een andere rol. Ja, kom op, het homohuwelijk, homogenezing, al dat soort dingen... dat wordt over gepraat... wat dat betreft zijn we gewoon progressief en voor vrijheid. Jij moet doen met jouw leven wat je wil. Als jij met een andere man wilt trouwen, prima. Als jij jezelf van het leven wil beroven, prima. Als jij drugs wil nemen, prima. Het maakt me helemaal niet uit. Jij gaat erover en niet de staat. Ik denk dat er nog een ander verschil is. En dit gaat dan echt om de arbeid zelf. En we refereren aan die politieke index... hun hoogste genoteerde is Pepijn van Houwelingen. Ja, dat moet gezegd worden. Nummer 25, dus dat is gewoon een hardwerkend Kamerlid. Pepijn werkt keihard. En dat is gek, hè? Want ze geloven dus niet in het systeem. Ja. De rest doet echt niks. Hè? Thierry Baudet zelfs op 127, Gideon op 138, Freek Jans op 139. Ja, dan doe je daar dus gewoon niks. Maar ze zijn dus daarbuiten. Heel actief. Heel actief, met eigen scholen en boeken. En boeken, ja, natuurlijk. Maar dat betekent dus wel dat je in het bestaande systeem eigenlijk niks meer dus wat heeft. Ze eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk gezegd, het heeft in de Kamer geen zin. Maar we moeten in de Kamer blijven om relevant te kunnen zijn voor onze andere ondernemingen. Want ik weet niet of Als je boeken uitbrengt als FVD, maar je hebt geen zetels in de Kamer, dan tast dat toch een beetje legitimiteit aan. Kijk, Thierry gaat nu naar Hongarije... zo'n boek over corona te presenteren. En dan praat hij over European Coalition. Kijk, dat kan je allemaal niet zeggen als je gewoon een schrijver bent. Kan je nog steeds worden uitgenodigd. Je kan geld verdienen. Maar dan kan je niet pretenderen een politiek leider te zijn. Of een leider van het verzet. Dus eerlijk gezegd, ze hebben het een beetje omgedraaid. Waar de meeste partijen proberen in de Kamer relevantie te verdienen voor daarbuiten. Draaien zij het eigenlijk om en zeggen... nee, wij verdienen onze relevantie buiten de Kamer. Maar we hebben de Kamer wel nodig voor die relevantie. Ja. En mensen betalen hun nu allemaal een ton. Maar ze krijgen niet arbeid in de Kamer ervoor terug. Wel arbeid in boeken, arbeid in een wens. Nee, het is een andere invalshoek. Ja. En het is de manier waarop. En het is inderdaad ook het economische verhaal. En het is inderdaad de parallele samenleving en daarbuiten. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik hoop dat Wouter Schuiling een antwoord heeft gekregen. Of doen dus. En breng ze en stel vooral nog meer inhoudelijke vragen. En dan gaan we daar elke week ook wat uitgebreider de tijd voor nemen. Zeker met de verkiezingen in aankomst. En zullen we dan hem afkondigen? Ja, ik denk het wel, ja. Nogmaals, lid worden kan. Wij blijven vechten voor uw vrijheid. Nooit build back better. We gaan niet terug naar die coronamaatregelen. Onze slogan is Nederland voorop en vooruit in het belang van Nederland. Dank jullie wel. Ik heb het niet gezegd, like de video. Ja, dat is wel heel leuk.